hadden vandaag de UNICEF Business Impact Day. En het is voor het eerst dat we dat georganiseerd hebben. We hebben al onze vaste partners en ook mogelijke nieuwe partners uitgenodigd. En we zijn met hen in gesprek gegaan hoe je goed kunt samenwerken, op wat voor wijze je met elkaar kunt samenwerken. En ook van hoe je met elkaar zoveel mogelijk impact kunt realiseren. Want dat is eigenlijk wat voor ons het belangrijkste is. We willen samen met anderen uiteindelijk voor kinderen zoveel mogelijk impact bereiken. En onze kinderen hebben het recht om de aarde mee te maken zoals wij dat doen. DoeCare Foundation werkt samen met UNICEF, omdat UNICEF heel goed kijkt wat beide partijen uit een samenwerking kunnen halen. Heel erg wordt er gekeken naar de wens en behoeften van allebei, zodat er de meeste impact gegenereerd kan worden voor de jongeren en kinderen wereldwijd. Het leuke daarnaast is dat we mogelijkheid krijgen om te netwerken met andere partijen die samenwerken met UNICEF. En daarnaast leren we nog meer over de projecten die we steunen. Well, we work with UNICEF because the focus of nutrition, which also fits very well with DSM, and the aim to solve malnutrition globally, which is also aim for our company, DSM. The reason why we partner with UNICEF is about the impact that UNICEF has on the field. Looking also at the sustainable impact that UNICEF creates in every country we support. For us, it's also important to involve our employees and our business in this kind of activities. The global reach of UNICEF helps us involve employees and the business in different countries towards the impact of young people and the sustainable development of young people and countries. Nou, H&M werkt al heel lang samen met UNICEF, sinds 2004. Zowel het bedrijf H&M als de H&M Foundation. En het overkoepelende thema is altijd geweest onderwijs voor kinderen. Dan kunnen onze collega's ook met enthousiasme aan onze klanten vragen, zou u wat extra's willen afrekenen? 50 cent een euro. En alleen het enthousiasme van onze collega's maakt dat klanten daar ook in meegaan. En met liefde een klein bedrag extra doneren. Omdat er eigenlijk heel veel uren, bovenwettelijke uren, jaarlijks vervielen, zochten we dus naar een mooie manier waarop we dat probleem dus konden tackelen. Toen zijn we dus uitgekomen bij UNICEF Geef een Dag. En dat sprak ons eigenlijk gelijk aan, ook omdat je kan kiezen uit verschillende thema's. Het geeft ook de werknemer ook de vrijheid om zelf te kiezen aan welk thema wat het dichtste bij zijn of haar hart ligt. Om daar de bovenwettelijke uren aan te nemen. Dus zo geef je dus ook gewoon wat vrijheid in de keuze zonder dat het verplicht aanvoelt. De reden om samen te werken met UNICEF is vooral gelegen in het feit dat UNICEF de lokale omgeving veel beter kent dan wij als Philips of Philips Foundation. Nou ja, die hebben we nodig voor verbetering van de gezondheidszorg lokaal.